Hoi iedereen, welkom bij een andere video van mij. Mijn naam is Walla. Ik ben vandaag een merk aan het registreren. En zoals jullie weten ben ik bezig dus met online verkoop. En als je dus serieus business wilt doen, dan moet je ook dingen serieus doen. En daarover volgt meer. Deze week was ik dus ook bezig met mijn merk registreren. Mijn logo is af daarvoor. Want ik had dus zeg maar met een merkbureau had ik dus afspraak gemaakt van dat ik via hun mijn merk ga laten registreren. En dan ook nog eens gewoon Europees. Want je kunt dus ook kiezen voor alleen Nederland, België en Luxemburg. Dus via BOIP heet dat. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon goed aanpakken en klaar en ben gewoon professioneel, dus ik bel ook gewoon zo'n professioneel bedrijf op. Alles ging gewoon in principe gewoon goed. Totdat ik mijn logo had laten maken, wat hun advies was van dat merkbureau. Dus ik bellen. Hallo, mijn logo is af. Laten we het registreren. Concept, overheidsinstantie heeft hoge eisen, bla bla bla. Ik dacht, wat? Ik laat het logo maken? Voor meer dan €500. Want er komen ook zeg maar procentuele fees bij van Upwork. Ik heb het via die website Upwork laten doen. Niet via Fiverr. Normaal gesproken dan gebruik ik Fiverr. Maar ik dacht, weg met die amateurs. Ik ga gewoon alles professioneel doen. Upwork is beter, dacht ik. Hup. En voor mijn gevoel heb ik een hele mooie logo laten maken. Dat zal ik jullie in andere video's laten zien. Wanneer ik ook product heb. Want dat ga ik wel laten zien. Deze producten. En ik zal je ook trouwens ook stap voor stap laten zien wat ik daarvoor heb gedaan en hoe ik dat heb gedaan en dat soort dingen. Dus guys en girls, als jullie een merk gaan bouwen, want je bouwt letterlijk een merk op, dan zal ik zeggen, blijf vooral naar mijn video's kijken, want ik ga het jullie allemaal stap voor stap laten zien. Maar wel met sommige dingen met terugwerkende kracht, dat is wat anders. Maar goed, anyways, dus ik had de logo laten maken. Ik denk, perfect, ik heb het. Dus ik bel maandag, het is vandaag woensdag, by the way. Ik ben trouwens een beetje hyper, dat komt door koffie. En ik had net trouwens een andere video opgenomen. En daarbij liet ik dus mijn koffie vallen. Misschien dat ik alleen dat stukje meeneem. Het is... Oh mijn god. Ik ben echt omgol, sorry. Ik ben echt omgol. Dus ik bel dat merkrechtbureau op. Merkrecht. Hoe heet het nou? Nee. Gewoon een merkbureau. Ik zei van, ik heb mijn logo laten maken. Toen kwam hij in één keer aan van, stuur het concept maar door. Want ja, de overheidsinstanties hebben ook allerlei eisen en bla bla bla. En ik dacht bij mezelf van, what the fuck? Ik heb een logo laten maken. Helemaal speciaal iemand daarvoor gevonden. Waarvan ik dacht van, oké, deze persoon is geschikt om mijn logo te laten maken. En dan kom je achteraf met je eisen. Zeg dat dan van tevoren. Dus ik ben gewoon fucking pissig geweest op die persoon. Ik zei ook gewoon letterlijk tegen hem. Van waarom zeg je het niet van tevoren? Dan jij wist dat ik een logo zou laten maken. Want dit heb je zelf aangeraden. En ik ben ermee akkoord gegaan. En toen... Sorry. Soms kan ik mezelf hierover opwinden. Ik denk ook omdat ik weinig water heb gedronken. En te veel cafeïne. Maar goed. Anyway. Toen zei hij ook zo van... Ja, hij deed er een beetje nonchalant over. Zo van, ja, ik weet niet allemaal wat ik heb gezegd in het gesprek. Maar ja, stuur maar door, dan gaan we ernaar kijken. Ik voelde me niet serieus genomen. Ik heb 2 keer met hem een gesprek gehad. Voordat ik überhaupt de logo liet maken. En in mij is het sowieso niet opgekomen om aan bepaalde eisen te voldoen voor een logo. Ik dacht, weet je, ik heb een woord. Daar hebben ze zeg maar een korte onderzoek voor gedaan in het begin. Van... Om te checken hè, of er oppositie zou komen, ja of nee. Dan kun je zeg maar voor een kleine onderzoek kiezen of voor een grote onderzoek. Nou, ik had zeg maar gewoon voor die kleine gedaan en ik zou het gewoon laten registreren. Voor 2000 fucking euro, man. Dat is niet, het is geen grap. En toen ik het idee had dat ik niet zo helemaal serieus werd genomen. Toen zei ik gewoon letterlijk tegen hem van, ik wil je bedanken voor je tijd. En ik ga verder, zei ik, bam. Dus ik had opgehangen en ik dacht, fuck jullie allemaal, ik ga het lekker zelf registreren. Want dat had ik bij mijn eerste merk ook gedaan. Dus ik ga het dit keer ook doen. Maar het is dus nu wel zo, dit is natuurlijk een heel ander gebied. Het heeft met supplementen en dat soort dingen en zo te maken. Want mijn product zal iets te maken hebben met supplementen. Niet alleen, maar het is ook een groot onderdeel daarvan.
En dus ik was dus bezig met het registreren daarvan. Ga ik je even laten zien. Nou, even kijken hoe ik... zie je dat? Nou, ongeveer zo'n beetje. En dus ik heb allerlei dingen aangevinkt en dat soort dingen. Dit is dan zeg maar de prijs. Maar hoe meerdere klasses... Dit is dan zeg maar alleen klasse 5. Maar hoe meerdere klasses je gaat aanvinken... Hoe hoger het bedrag wordt wat je dan moet gaan betalen, zeg maar. Even, ja. En ja, dit op zich, kijk, ik weet natuurlijk niet wie allemaal mijn kijkers zijn. Ik denk heel veel beginners. En laat je niet afschrikken door dit soort bedragen. 244 om te beginnen, dat is gewoon heel normaal. Uiteindelijk, je gaat wel gewoon een merk opbouwen en je gaat gewoon fucking veel eraan verdienen. Dat is het meest belangrijke. Dus je moet niet letten op de kleine kosten. Ja, je moet er wel op letten als je het geld niet hebt, dat is wat anders. Dan moet je maar manieren bedenken om aan het geld te komen. Maar als je het wel hebt, dan moet je het niet zien als kwijt geld of zoiets. Dit zijn allemaal hele goede investeringen. En 244 is niks. Bij mijn andere merk had ik een spoedregistratie gedaan. En toen was ik daar ongeveer 500 euro of zo voor kwijt. Dus als ik zeg maar met klasse 5 nog twee andere klasses erbij neem, dan kom ik volgens mij uit op ongeveer 371 euro. En dan is het alleen als het wordt goedgekeurd, want de kans bestaat dat het niet wordt goedgekeurd. Er zijn natuurlijk wel een aantal eisen waar het aan moet voldoen. Nou, ik voldoe volgens mijn mening eraan. Vandaar ook dat ik het ga registreren. Je moet er ook wel echt serieus over nadenken, want als het er niet aan voldoet, dan ben je geld in één keer kwijt. Klaar. Je krijgt niks terug. Je krijgt geen tweede kans of zoiets. Dat bestaat niet. Het is gewoon bam, weg. Dus dit moet je gewoon heel serieus nemen. En dat heb ik ook gewoon gedaan. Wat ik dus doe is, ik kijk bij andere bedrijven hoe zij dat hebben gedaan. En ja, je moet gewoon een beetje kopiëren. Gewoon een beetje slim zijn. Maar niet alleen kopiëren natuurlijk. Je moet kijken of alle activiteiten die jij met dat merk wilt gaan doen, of dat allemaal is bedekt. Dus ook de advertentie, fraudekosten en dat soort dingen. Allerlei, gewoon alles wat ermee te maken heeft, dat moet je wel beschermen met jouw merknaam. En daarvoor moet je wel dus de juiste klassen selecteren. Ja. Oké, okay, nou dat was dus mijn merkregistratieverhaal. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen leren erover. Althans, dat was niet de bedoeling van mijn video voor vandaag. Maar ja, dus je kunt het via BOIP registreren. Dat is dus voor Nederland, België en Luxemburg. En je kunt het dus Europees registreren. Maar het verschil zit hem dus wel. Als je dus Europees gaat registreren, de prijs is bijna keer 3 of zo. Als ik het me goed kan herinneren. Want ik zou 2000 euro aan dat merkbureau betalen. Maar ja, daar zit natuurlijk ook hun eigen fee ertussen. En als je dus zelf registreert, dan duurt het dus ongeveer 3 maanden. Dan ben je dus ongeveer 371 euro kwijt voor ongeveer 3 klasses. En als je dus Europees zou gaan registreren, dan ben je dus toch alsnog minstens volgens mij 1000 tot 1500 euro kwijt als je het zelf zou gaan doen zonder een merkbureau. Maar die registratie duurt dan wel ongeveer 5 maanden, dus dat duurt ook nog langer. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, fuck dat Europese gedeelte. Wat de kans bestaat dat het in één keer wordt afgewezen omdat er andere merken op lijken of iets of wat dan ook. In ieder geval ergens, vanuit ergens kan er een oppositie komen. Dus ik dacht, ik begin gewoon safe in Nederland en omgeving zoals België en Luxemburg. Dus in BOIP met een lager bedrag. En als het sowieso voor Nederland wordt goedgekeurd, dan heb ik mijn grootste doel eigenlijk al bereikt. Of tenminste, niet mijn grootste, maar een doel daarvan is dan al bereikt. Want ik wil beginnen in Nederland en dan wil ik uitbreiden naar heel Europa. Dus uiteindelijk moeten we wel Europees registreren. Maar ik wil dus eerst in Nederland beginnen. Wauw, wat heb ik veel gepraat. Oké, dat was dus het merkgedeelte. Nou, ik ben aan het einde van deze video gekomen. Ik wil jullie wel één tip meegeven. Mochten jullie een startende ondernemer zijn of al gevorderd zijn, het maakt in principe niet uit. Merk is heel erg belangrijk. Alleen al vanwege dit is het gewoon super belangrijk. Ik verkoop een product wat je gewoon heel makkelijk bij AliExpress kunt vinden. En precies datzelfde product van AliExpress verkocht ik op bol.com. Mijn retourgehalte was gewoon veel hoger. En klanten waren ook gewoon meer zeikerig. Ze zeikten gewoon omdat ze dus het product precies hetzelfde met precies hetzelfde merk of eigenschappen ook op AliExpress zagen.
Wat heb ik gedaan? Dat was sowieso al mijn intentie, altijd al, gewoon om een merk op te bouwen in een bepaalde niche. Heb ik ook gedaan. En sindsdien heb ik geen klachten meer van klanten die gaan klagen over ik heb precies hetzelfde gezien op AliExpress. Terwijl het precies hetzelfde product is, maar jouw merk staat erop. Het ziet er dan veel professioneler uit. En natuurlijk gaat het niet alleen om het merk. Je moet dan ook natuurlijk de verpakking in het Nederlands laten ontwerpen op een professionele manier. En een handleiding in het Nederlands, dus niet in het Engels met die gare Chinese teksten erbij en zo, waar er heel veel grammatica fouten ook nog in zaten. Ik weet nog zelfs dat ik een product verkocht waar er... Het product was zelf echt supergoed, met Engelse teksten. En er zaten gewoon dikke, dikke grammatica fouten op. En dan krijg je op een gegeven moment een telefoontje van een klant. Ja, en ik voel me opgelicht en er zitten ook allemaal spelfouten op de verpakking en ook nog in het Engels. En ik wil mijn geld terug. Klaar, ja, dan sta je daar. Jij kan niks beweren over je eigen merk of met hoe je zeg maar iets hebt opgebouwd of wat dan ook. En dat je dus achter je product staat, dat kun je eens dan aangeven. Het enige wat je dan kunt zeggen is, ja, ik heb het uit China gekocht en ik verkoop het door. Punt. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar nu, als dus mensen iets bijvoorbeeld beweren, de kans is sowieso veel kleiner dat ze dus iets gaan beweren, want alles is gewoon heel mooi gepresenteerd aan de klant. Niet alleen omdat het Nederlandstalig is, maar ook omdat er überhaupt gewoon een merk op staat wat niet op AliExpress of op andere Chinese websites staan. En daarmee heb je sowieso al een hele grote voorsprong. Dus in het begin moet je gewoon geld vrijmaken om een merk te laten registreren. Je hoeft geen spoedregistratie of zo te doen. Begin gewoon op de een of andere manier. Kijk gewoon naar wat jouw budget is. Maar het is super belangrijk. Ik verdien nu gewoon lekker geld. Dankzij mijn merk. Ik had ook wel geld kunnen verdienen zonder mijn merk. Als ik het gewoon als merkloos zou verkopen. Of white label, gewoon zonder merk. Maar met merk, geloof me, ben je veel sterker en wordt het ook veel meer gekocht door klanten. Dat is mijn ervaring. En ik denk niet dat iemand mij kan tegenspreken hierin. Zowel, laat het in de comments weten. Maar in het algemeen is het gewoon veel beter als je gewoon een merk hebt. Dat wilde ik nog eventjes eraan toevoegen voor mijn kijkers. Want ik weet dat heel veel beginnelingen zijn. En ook gevorderde personen die ook geen merk hebben geregistreerd. Oh, en ik zie trouwens ook heel veel dit. Sommige mensen hebben gewoon een merk geregistreerd. En dan hebben ze gewoon echt van die hele gare, lelijke listings. Die... Kijk, als je nieuw bent, dan is het helemaal geen probleem. Maar ik bedoel, als je 1 of 2 jaar actief bent, dan ga je toch niet met zulke lelijke listings op Bol of op je eigen website verkopen. Mensen, alsjeblieft. Doe normaal. Pak gewoon alles professioneel aan. Denk niet dat alles gewoon van je listingen zo goed uitziet. Maar goed, dit is weer een heel ander onderwerp. Whatever. Ik ga het afronden. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd dat jullie hebben gekeken. Mochten er vragen of feedback of iets of zo zijn, dan zie ik dat heel graag terug onder in mijn video. Geen privévragen stellen alsjeblieft, want ik reageer niet meer op privévragen via Instagram of Facebook. Maar het is heel erg tijdrovend. Dus als je dat wel onder de YouTube video's doet, dan 100% kom ik terug. Tenzij je me gaat vragen hoe je winstgevende producten kunt vinden. Want dat doe ik niet. Ik ben geen cursus of zo, dus dat moet je maar lekker zelf uitzoeken. En tot de volgende keer. Like, subscribe en doe met mij wat je wilt.